één glas alcohol per dag zou goed zijn voor je gezondheid. Eén glaasje per dag, dat mag. Looks like we're gonna live forever. Maar is dat wel zo? Hier in de werkplaats repareer ik dat misverstand. Heel lang hebben wetenschappers met verbazing naar deze vorm gekeken. Een grafiek die lijkt op een ijshockeystick. Hij gaat over het verband tussen alcohol en sterfte. En als je hem neerlegt, ziet hij eruit als een soort J. Op de horizontale as zie je het aantal glazen alcohol dat mensen per dag dronken. En op de verticale as de sterfte. En hoe meer je drinkt, hoe meer je kans hebt te overlijden. En dan zie je dat de sterfte onder mensen die helemaal niks drinken veel lager is dan onder mensen die bijvoorbeeld 3 of meer glazen per dag drinken. Maar bij mensen die per dag 1 glas alcohol drinken is de grafiek op zijn laagst. Als je 1 glas per dag zou drinken, zou je dus langer leven dan als je helemaal niks zou drinken. Maar die conclusie kan je helaas niet zomaar trekken. In de groep die helemaal niks drinkt zitten namelijk relatief veel mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. Zij zijn te ziek om alcohol te blijven drinken en hun sterftekans is door hun ziekte groter. Maar gezonde mensen zijn gezond genoeg om te blijven drinken. En als je alleen naar gezonde mensen kijkt, dan zou de grafiek er gewoon zo uitzien. Recht. Met ieder glas dat je drinkt, neemt je sterfterisico toe. En die lijn blijft stijgen. Wetenschappers zijn het er al lang over eens dat alcohol minstens even schadelijk is als drugs. En het gaat niet alleen om hele zware drinkers. Want als je kijkt naar de hele maatschappij, dan levert alcohol enorm veel schade op. Ook in kleinere hoeveelheden. Stel dat dit de hele Nederlandse bevolking is. Onder ons zullen er mensen zijn die ziek worden door alcohol. We weten dat alcohol bijvoorbeeld het risico op borstkanker, slokdarmkanker, maag- en darmkanker verhoogt. En er is ook een duidelijke link tussen alcohol en hart- en vaatziekten. Maar je moet ook kijken naar andere problemen. Er zullen mensen zijn die door alcohol verkeersongelukken veroorzaken. Er zijn mensen die door alcohol agressief worden en anderen gaan mishandelen. Vreemden of juist een partner of kinderen. Of mensen die door alcohol juist passief worden en zichzelf of hun gezinsleden verwaarlozen. Bijvoorbeeld doordat je een kater hebt en je zorgtaken laat versloffen. Daarvoor hoef je echt niet een duidelijke alcoholist te zijn. Het zijn juist ook die kleine hoeveelheden alcohol die mensen drinken die gevolgen hebben voor de maatschappij. Simpelweg omdat er meer mensen zijn die allemaal een beetje drinken dan dat er alcoholisten zijn. Onder invloed van alcohol kunnen tijdelijke en blijvende veranderingen optreden in de hersenen. En hoe hoger de concentratie alcohol in je bloed, hoe groter het effect. En dat begint al bij 1 tot 3 glazen. En met 1 tot 3 glazen bedoel ik standaard glazen. Want hoeveel alcohol er in een glas zit, maakt dan niet uit. Als het goed is, heeft bier in een bierglas en wijn in een wijnglas en borrel in een borrelglaasje altijd dezelfde hoeveelheid alcohol. Maar de effecten van alcohol zijn niet bij iedereen even groot. Jongeren bijvoorbeeld zijn kwetsbaarder. Hun hersenen zijn tot ongeveer hun 25ste nog volop in ontwikkeling. Alcohol verstoort die ontwikkeling. Er zijn sterke aanwijzingen dat alcohol ervoor zorgt dat je hersenen minder goed functioneren. Dit is een hersenscan van een jongen van 15. Hij moest tijdens een experiment een simpel geheugentestje doen. Op dit plaatje zie je dat zijn hersenen tijdens dat testje heel actief zijn. Dat zijn deze gekleurde delen. Onderzoekers lieten het testje ook doen door een jongen die zwaar dronk. Zijn hersenscan zag er zo uit. Zijn hersenen zijn bijna helemaal stil. En er is niet alleen een verschil tussen jongeren en volwassenen, maar ook tussen mannen en vrouwen. En dat komt omdat vrouwen relatief minder vocht en meer vet in hun lichaam hebben dan mannen. En ook omdat ze gemiddeld kleiner zijn. Als vrouwen alcohol drinken, stijgt hun promillage, dus de hoeveelheid alcohol in hun bloed, sneller dan bij mannen. Kijk, deze buis is donkerder dan deze. En vrouwen hebben na de overgang nog meer last van alcohol. Dan hebben ze relatief nog minder vocht in hun lichaam. Zo zitten er heel veel haken en ogen aan alcohol. Het is natuurlijk een maatschappelijk smeermiddel en daarom zijn we er ook zo dol op. De mens is een sociaal dier. Toch is het beter om niet te drinken. Maar als je drinkt, wees je dan bewust van de schadelijke effecten die het heeft. Ook in kleinere hoeveelheden. De watersnoodramp van 1953 was de aanleiding om de Oosterscheldekering te bouwen. Maar nu de zeespiegel stijgt, komt de houdbaarheidsdatum van die kering eerder in zicht
Ik ben Brechtje, expert in waterbouw en natuur en volgende week vertel ik je hoe het verder moet.